is een omnisporter. Hij honkbalt, softbalt, even makkelijk als hij voetbalt en tennist. En je bent het levende bewijs, jongens en meisjes, dat sporten en alcohol en roken best samen gaat. Een van je bijzondere kwaliteiten is de slow evers. En in jouw geval is dat een bal die zo langzaam is dat die onderweg de moed op geeft. Ja. En gewoon weer terug gaat. Ja. De knollen zijn op. De knollen zijn op. Ja. En ik zwaai je alle lof toe. Yeah. We hebben zojuist een heel leuk afscheid gehad. Er is een woordje gesproken. Wat deed dat met je? Nou, ik vind het hartstikke leuk, want ik ben wel op allerlei terreinen actief geweest bij Hickory. Maar goed, het feit dat ik ben heel laat begonnen. Pas op mijn 38e ben ik hier gaan spelen, toen ik in Winterswijk kwam wonen. En om het dan inderdaad tot je 75ste vol te houden, dat vond mij zo leuk dat ik daarom dit afscheid gekregen heb. Ja. Ja, heel bijzonder ook. En ik denk ook wel verdiend als ik de woorden heb aangehoord van de voorzitter. Fried is een van de bijzondere leden van onze vereniging, inmiddels 78, maar ik wil dat ook niet te veel benadrukken. Maar inderdaad, hij heeft jarenlang bij ons gespeeld, op laatst ook bij de recreanten. En dat was altijd een groot plezier, buitengewoon gezellig. En dan is zo'n afscheid dus wel passend. Meer of meer, ja, wel. Ja, God, het is natuurlijk maar net hoe je er tegenaan kijkt. Maar ik vond het in ieder geval hartstikke leuk dat ik op deze wijze zo'n afscheid gekregen heb. En daar ben ik de club en de mensen allemaal ben ik bijzonder dankbaar voor. Hey, en wat zou je tot slot willen zeggen tegen alle mensen die bij Hickory spelen? Nou, ik hoop natuurlijk dat de club kan bestaan. Ze hebben echt moeilijke periodes achter de rug, omdat honkbal niet bepaald een ontzettend populaire sport is. Dus het is altijd roeien met de riemen die je hebt en proberen om de club boven water te houden. En ik hoop dat men dat kan blijven doen door leden aanwas, dat er toch mensen zich wat meer gaan interesseren voor deze sport. En dat die club daarom kan blijven bestaan. Ook gezien de prachtige accommodatie die we hier natuurlijk hebben. Dat moet iets verloren gaan. Hebben jullie ook open dagen dat mensen kennis kunnen maken? Ja, bij de recreanten kunnen in ieder geval belangstellenden iedere woensdagavond aankomen. Dan hebben we trainingen en die zijn in principe open. Zelf zijn wij nou heel erg druk bezig om jeugd te werven. De jongste jeugd van 6 tot 12. En dat doen we door een vrije trainingssessie serie te houden van 10 weken. En we zijn nu net bij de derde week. En dat valt me nog niet tegen. Er is best veel belangstelling. En we hopen dan van onderaf weer leden te werven voor de vereniging.